Aanstaande donderdag staat in het Kennemer Theater hier in Beverwijk de voorstelling Chroniek van een aangekondigde dood. En aan de lijn heb ik acteur Ferhat en hij gaat mij alles vertellen over de voorstelling. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat fijn dat ik je even kon spreken. Ja, superleuk. Tussen de repetities in even leuk met jou kletsen. Ja, want jullie zijn nog druk aan het repeteren. Ja, dat klopt. We zijn druk aan het repeteren. We zitten in onze laatste week. Mm-hmm. Morgen komen we naar Beverwijk om alvast te oefenen. En dan donderdag gaan we het voor het eerst doen. Spannend. Spannend. Ja, heel spannend. En waar gaat de voorstelling over? Oh, heerlijk. Dat is de vraag. Het is eigenlijk een boek van Gabriel Garcia Marquez. Dat is een oud boek en het gaat over eerwraak in een dorpje in Colombia. En daar hebben wij een tekstbewerking van, die is geschreven door Aaron Goossens. En eigenlijk gaat het over twee broers die iemand moeten vermoorden om de familienaam zuiver te houden. En we zien eigenlijk in de voorstelling dat de twee broers, waar ze allemaal doorheen gaan om dat te doen. En hoe eigenlijk het hele dorp ze vertelt dat ze het niet moeten doen, maar wel met een knipoog dat ze het juist wel moeten doen. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk een verhaal over eerwraak, over wat bepaalde religies of culturen kunnen doen met de mens en ze tot hele nare dingen kunnen zetten. Ja. Het klinkt ook als een zwaar onderwerp. Is het ook een zware voorstelling? Ja, nou, voor ons was dit begin wel zwaar. De teksten zijn wel, kunnen soms wel zwaar zijn, maar wij zorgen ervoor met heel het team dat het dat er zeker ook wel grappige momenten in zitten. Mm-hmm. En we brengen het met heel veel energie. Dus de zwaarheid van de voorstelling zal wel aanwezig zijn, maar daar zal je niet veel aan storen. Je gaat niet depressief naar huis. Oké, gelukkig. Ja, want het is ook iets wat jij belangrijk vindt, hè? Moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken. Ja, absoluut. Ja, ik vind dat kunst, moet dat nou muziek zijn of een schilderij of op het podium of op beeld. Ik vind dat we kunst moeten gebruiken om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Ik vind kunst een hele mooie tool om het ijs te breken. Om te laten zien van dit is het. en daar niet te veel een oordeel over te vellen van dit is goed of dit is slecht, maar dit is het. En dat de mensen die het bekijken het erna en kunnen hebben met elkaar of misschien wel die avond nadenken voordat ze gaan slapen. Mm-hmm. Of als ze in de ochtend wakker worden met een koffietje, er nog over nadenken. Dus ik vind dat het wel de verantwoordelijkheid is van kunst om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Want bepaalde thema's en onderwerpen zijn gewoon veel te zwaar om bij de koffiemachine aan te kaarten. Yeah. Dus ik vind daar kunst een hele mooie tool voor. Ja, zeker. En ik las ook dat je zelf voorstellingen wilt gaan maken via het Urban Arts traject. Ja, klopt. En wat voor voorstellingen wil je daar gaan maken? Oh, dat ligt hem wel een beetje in de lijn van moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken. Dat is eigenlijk een traject waarbij ik heel veel eerst onderzoek ga doen. En ik wil eigenlijk een voorstelling maken over wat nou het verschil is tussen iemand die een drugsdealer is en de CEO van Shell. Ja, want ik denk van oké, dat zijn allebei mensen die hebben leren roeien met de riemen die ze hebben. Maar waarom maakt dat de een slecht en de ander iemand om naar op te kijken? Ja, ja, er zitten misschien een paar miljoenen verschil ook in. Maar... Ja, precies. Ja. Ja, nee, dat lijkt me een zeer interessant thema. Ja. Ja, dat vind ik een goeie. En even terug over de voorstelling die jullie donderdag hier in Beverwijk gaan spelen. Is het dan een voorstelling die voor alle culturen gelijk te begrijpen is? Ja, kijk, het hele mooie aan deze voorstelling is dat we eigenlijk een soort van surrealistische manier hebben gevonden. Waarbij we alle religies, alle culturen hebben laten samensmelten. Dat zie je terug in de decor en in de, ook in de, ja, in de kleding die door Lisanne Bouvet is gemaakt. Maar je ziet het ook terug in de tekst, maar ook in onze handelingen, in de vorm. Dus ik denk dat elke cultuur die in de zaal gaat zitten wel gaat denken van, oh ja, dit is van ons. Of dit ken ik, of dit... Dus ja, we hebben daar heel erg naar gezocht van hoe kunnen we dat zo divers mogelijk maken. En dat zie je ook aan de acteurs. Yeah. Hoe zij eruit zien, hoe zij praten, wat zij zeggen. Dus ja, dat is wel echt goed doordacht door de regisseur Jill Toxus. Ja, want je staat natuurlijk niet alleen op het podium. Met hoeveel staan jullie op het podium? Ja, nee, zeker niet. We staan met ten eerste niet alleen als acteurs, maar we hebben ook een danser. We hebben ook een heel koor. Dus we hebben een 10-koppig koor en dat koor heet ReArt. Mm-hmm. We hebben 1 danser, die heet Wannes de Porre. En dan hebben we 3 acteurs. Dat is Robbie Wallin, Biblique Lucas en ikzelf, Ferhat Kaplan. Yeah. Dus we staan best wel met een hele force
op het podium. Ja, en wat voor dans is het dan, wat we gaan zien? Ja, daar wil ik niet veel over klappen. Dan moet je maar lekker langskomen en kijken. Maar ik kan wel zeggen dat de dans echt een prominente rol heeft in de voorstelling. Dus de dans die zegt eigenlijk alles wat wij niet kunnen zeggen met tekst of niet kunnen zeggen. Ja, met woorden. Ja, dat maakt me wel extra nieuwsgierig. Ja, leuk. Ja, ik hoop dat iedereen extra nieuwsgierig wordt. Ja. En onze danser is ook super getalenteerd. Wannes de Porre is het. Dus ik zou zeker komen kijken naar wat hij te zeggen heeft met zijn lichaam. Ja, ja, en dat kunnen mensen ook nog, want er zijn nog kaartjes te koop. Mensen kunnen kaartjes kopen via www.kennemertheater.nl. Dus als ze donderdag zin hebben om naar jullie voorstelling te komen, dan zijn ze van harte uitgenodigd. Inderdaad, dan zijn jullie van harte welkom. Het lijkt me superleuk om Beverwijk op die manier te ontmoeten. Ja, en misschien, het is een try-out, hè? Ja, het is een try-out. En dan moet je niet denken van, dat is niet leuk, het is niet goed. Maar een try-out is juist voor acteurs en voor iedereen op het podium extra leuk. Omdat je het voor het eerst voor het echt gaat doen. Dus dan ben je er eigenlijk bij, terwijl we nog in een fase zitten waarin we aan het ontdekken zijn. Dus dan is het wat puurder, wat rauwer. En dat vind ik zelf altijd een van de leukste speelbeurten die er zijn. Ja, en wat ik ook vaak merk is dan bij een try-out, dan zit er soms nog scènes in die later worden weggehaald. Dus je krijgt eigenlijk een extra lange voorstelling te zien. Klopt, inderdaad. Dus als we bij een try-out merken, deze scène die werkte niet of die duurde iets lang, dan wordt je wel eens weggehaald. Ja, precies. Nee, dus ik zou zeggen, pak je kans. En dan wens ik jou alvast heel veel toi-toi-toi voor de try-out en natuurlijk ook voor de première dit weekend. Ja, dankjewel. Ja, mocht je niet naar Beverwijk kunnen komen, dan hebben we zaterdag een première in de Ida. Maar ik moet dat niet hard zeggen op de radio, want ik wil jullie natuurlijk in Beverwijk. maakt niet uit. En heb je ook nog een muziekje die je graag wil horen op de radio? Ja, klopt. Ik wil heel graag het nummer Azadi horen van Naas. Zij zingt hier op een Koerdische manier. Brengt ze hele belangrijke thema's aan de kaart. En ik vind dat liedje best wel past bij wat wij nu aan het maken zijn. Dus die zou ik graag willen horen. Nou, dan gaan we daar naar luisteren. En dank je wel voor jouw tijd. Oké, jij bedankt. En ik zie jullie allemaal donderdag.